Nee maar. Jullie luisteren naar iets van mij. Hey, hallo. Ja, kom op, stel je niet zo aan. Je bent een man of je bent een mietje. Het is mij gelukt. Ik heb mijn bier gehaald bij de Adolf Hitler. De aha. Aha. Erlebnis. Adolf Hein en Albert Hitler, die hadden dat allebei. Je hebt Albert Hitler en Adolf Hein. Die allebei. Aha. Het gaat dus immermaal bergop. Ik vind het niet erg om bergafwaarts te gaan. Want dan hoef je niet te hollen. Sterker nog, dan moet je langzaamaan doen. Misschien is mijn meest vrolijke beroep wel apatist. Ik heb ooit geprobeerd om de idioot uit te hangen. En daar heb ik geen afscheid van genomen hoor, helemaal niet. Ja, iedereen is een beetje joods op zijn eigen manier, dacht ik. Zijn Bereshit, Bara, Elohim, Hashemayim, Haaretz. En voor de rest kan iedereen voor de klets. Ja, maar Piri, dat dicht niet. Nee, het rijmt wel. Ja, nou straf je. Ja, ik heb dus 1,5 liter zware jongens. Hè. Van de Albert. Adolf en Albert. Hein en Hitler. The cross! En dan zeggen mensen dat ik gek ben. Maar dat ben ik helemaal niet. Ik ben helemaal niks. Ik ben niet eens aardig. Zeggen mensen. Nou, er zijn mensen en die zeggen dat ik niet aardig ben. En dit is Bill Gates nummer 2. Wel een teringzooi die gozer heeft veroorzaakt. En wat hij bestrijdt. Wat Bill Gates bestrijdt is dat wij een boodschap registreren op ons lokale apparaat. Ook al zitten we midden in het oerwoud. Dit en dat is zo. En zo gauw wij in contact komen met een basisstation. Wat op zichzelf ook weer een eenheid is waar je... Je snapt dat wel, hè? En dan... Dat is het systeem. En dan is alles bekend. Burp. En ik ben net bij de Jood geweest. Ik heb €50 contant. En die Jood, hè, die zat lekker in het hoekje, hè? Funksje wij, hè? Ik ken hem als Marcus. Ik weet niet, hoor. Maar, kijk, sommige Joden... Daarvan snap je dat ze niet te vergassen zijn. Ja, je hebt Joden en Joden. Je hebt vergaste Joden en je hebt niet vergaste Joden. Hij is zo'n Jood, die is niet vergaste. Dan kan je zeggen, ja, maar dan moet je wat aan doen. Ja, vooral met Marcus. Het trekt zich helemaal nergens wat van hem. Die gaat dan mee akkoord. Van, ja, kijk. Steeds harder werken en steeds minder verdienen. Ja, dat is het. Ja, ja. En ik map dus even €50 cash. Hè? Gewoon geen gezeik, klatsch. En wat mag het zijn, meneer? Ik zeg €50. Doe maar een mixie. Ja, van wiet en hash? Ik zeg een mixie. Mix maar wat. En ik keek Marcus in de ogen en ik zei dus...
terwijl ik hem aankijk. Ik kan dus iemand aankijken en tegen iemand anders spreken. Dat is de kunst van toneelspellen. En ik zei, kijk, ik ben consument. En jullie zijn producent. Jullie hebben verstand. En dit is mijn geld. En geef mij maximum. Kijk, dan gaan we praten. Dus zouden me knetteren. Ik heb een partijtje wiet en hasje hier. Maar gelukkig is het morgen hemelvaartse dag. En het is alleen maar haasjes. Moet je mij aan de speed zetten? Nee, dan ga ik helemaal janken. Serieus. Word ik heel gevoelig van. Ja, zo'n crybaby word ik dan. Anyway, dus terug naar Bill Gates. Wat je nodig hebt, is dat je... Als je elkaar kan bellen, dat is leuk. Maar als die ander niet thuis is, dan komt de boodschap niet aan. En dan ga je beginnen met brievenbus, maar dan gaat iedereen daar... Ja. Dan gaat er een rotje in gooien of vogeltjes gaan erin nestelen. En dan krijg je een leuke brief, hè, van je oma. Maar er zijn ook twee merels en die... Zo hier eventjes gaan we, En een scheiterij bovenop die brief van je oma. Het werkt niet echt goed. Dit was een grapje. Nee, waar het om gaat is dat je elkaar een boodschap stuurt. Met e-mail bijvoorbeeld. En dan stuur je iemand een mail midden in de nacht. En die mail die komt wel aan. Dat protocol, dat heet SMTP. Simple Mailing Protocol. Het is een heel stom protocol, by the way. Staat er helemaal nergens op. Het is ook nergens op gebaseerd. Het zit bovenop... het is wel... Ja, het zal wel effectief zijn. Als pipeline... Om een boodschap erin te... Ja, op zich is het genoeg. Je hebt SMTP, heb je het, een IP-nummer waar het naartoe moet. En dan, meuk. Van dat IP-nummer. Deze meuk. Dat is SMTP. En dat wordt geblokt, hè. Dat door Bill Gates en zo. Terwijl het werkt. Ja, mijn ding is... Het protocol deugt niet. Maar al je gegevens liggen op straat. En dat is niet de bedoeling. Er zit geen structuur in. Ja, de structuur van SMTP, Simple Mailing Transfer Protocol, er zit geen structuur in. En dat moet er ook. Maar bij SMTP zit er echt helemaal geen structuur in. Want je hebt ook wijzigingen van boodschappen. En SMTP kan geen wijzigingen aan. Hey. Dus wat je moet hebben, is het bericht. En dat je eronder ziet, zo'n hele lijst met mutaties. Van ja, maar Piet heeft dit veranderd en Trien heeft dat veranderd. Katrien, we noemen haar Trien. Dat hebben wij nodig. En geen SMTP. Met de iris een kwak. Kwak, kwak. Hier een kwak gegeven. Hier heb ik kiekje mooi.
Ja, Bill Gates. And he'll be fucked. Ik ben van nature niet op iemand jaloers. Dat siert mij niet. Want als ik jaloers ben op iemand, dan verklaar ik mijzelf minderwaardig. En dat hoort niet. Jaloezie siert mij niet. En in het geval van Bill Gates heb ik extreme non-jaloezie. Want bij sommige mensen denk ik van ja, je hebt wel een klote barbecue, maar wel een brunette met dikke tieten. En dan denk ik dat, ja, ja. Maar Bill Gates heeft echt helemaal niks. Die heeft zelfs dat niet. Punt. En dat is problematisch voor Bill Gates. Mijn non-jaloezie. Bill Gates heeft ook een hoge stem. I don't think this room is not listening to me. Het is een hoge stem, heb je. Je kan ook zeggen, Bill Gates is het meest opgeofferde kind van de 20e eeuw. Van de overgang van de 20e naar de 21e eeuw. Maar zijn carrière is die begonnen in de jaren 70. Teringleier was dat. Ja, punt. Maar er zijn mensen die zeggen van ja, maar Perry, jij bent ook af en toe niet zo aardig geweest. Zoals mijn moeder en mijn zus en mijn dochter. Al die andere zeiknazen. Maar Bill Gates heeft daadwerkelijk industriële voortgang van mensen zoals Donald Kenneth en andere meukzaam. Gedwarsband. Bjarne Straustrup bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat Donald Kenneth of Kenneth of hoe het ook knut. Want de knut is op zijn Nederlands is het knudder. Ja. Maar Kenneth. Ik zeg niet dat het heiligen zijn. Alles is te slopen. Het probleem begint als je het opzettelijk begint te slopen. Of te opponeren. Oh, die doet dat. Oh, dan doen wij het ook. Het heet namaak. In de computertaal is er een mooie taal gekomen. En die heette Pascal. Met een duidelijk onderscheid tussen procedures en functies. Je definieert een functie of je definieert een procedure. Nou, het is fout op zich, maar het kan wel. En het is van Niklaus Wirt. Die taal heet Pascal. Maar veel te fancy. Naar mijn mening. Elegant. En te fancy. De taal C is veel meer. In de taal C heb je twee soorten functies. Namelijk functies die niks retourneren.
Void functions. Procedures dus. Do it and don't come back. En je hebt echte functies. En in Pascal zijn dat functies en procedures, maar het is niet nodig. En C is veel meer gestript. Void dit, void dat. En dan daarbovenop ga je schrijven. En dan krijg je het fenomeen en dat heet objectgeoriënteerd programmeren. En dat betekent dat je programmeert in entiteiten. Dus je definieert een entiteit. Een entiteit kan zijn whatever. Een entiteit, dat is een rij in een matrix. En die heeft eigenschappen. Data. Dus Piet, deelnemer van de kerstmiswedstrijd of whatever. Die heeft data. Wat neemt Piet mee? Bloemen, gebraden kippen of gebakken konijn? Dat is het. En dat zijn objecten. Een rij. Stel je even voor, ik ben de Bill Gates de tweede en ik ga hem niet in zijn reden. Dat doe ik niet. Dat doet PD. En die betalen we 500 miljoen en you believe me, dan zijn we van het hele probleem af. En na afloop staat William B. Gates de III. Redelijk aangekleed. Met een fles water. Ergens in de Achterhoek. Of Friesland. Misschien Terschelling. Waarschijnlijk niet hoor. En anders maar de Ardennen. Ja, Oosteinde is ook wel. Ja. Niet in Ierland, nee. Er staat Bill Gates weer op straat. Met een fles water. Met 500 milliliter, denk ik. Een halve liter. En Bill Gates. Ja. Kijk, bij het overbrengen van de boodschap. Dat is mijn studie. En ik weet dat. Het is verhipte ingewikkeld. Maar het moet mogelijk zijn. Dus iedereen heeft zijn eigen machine. En je zegt, dit is een boodschap voor boe, boe, boe. En ook al ben je van het internet af, hè, hebben geen netwerkconnectie. Vanwege de cache heb je alle telefoonnummers, alle bibi, alles is. Hè. En je geeft een boodschap in. En die zit in je machine. En je hebt een handheld, maar die is geconnect met je thuismachine. En je thuismachine is je procuratiemachine. Dus alles wat je die machine geeft, het gaat gelijk door. Een vertrouwde machine. Een trusted machine.
En jij moet met je handheld een boodschap kunnen sturen naar je trusted machine. En die heeft die dan. En die gaat in de trusted network. Dan komt die boodschap altijd aan. Belangrijk is dat iedereen een ander certificeert. En dat je niet in het wilde weg gaat lopen sproeien. Het kan wel. Dat je dat wel kan controleren. Dus dat je met jouw thuismachine, je kan die inval, al jouw boodschappen, die kan je laten sproeien. En je hebt boodschappen en die sproei je alleen naar gecertificeerde machines. Dat kan werken, ik weet dat. En dan breekt die mensen het koude zweet uit. Vaccines! Ik ga mijn coördinator geruststellen. En dat Klarendal goed gaat scoren. Want wij hebben de beste negers. Kijk, je hebt Hollanders, hè? En die zetten te treuren. We hebben verloren van de Duitsers. Bij voetbal, hè? Je hebt ook Hollanders en die zijn blij. Met die negers die ons kwamen helpen. Om die Duitsers van ratje met tatje te geven. In 1986, of was het 84, toen we Duitsland een klein beetje hebben teruggepakt. Dit is Bill Gates de tweede, snap je? Wat je nodig hebt, is dat er een mondiale telling is van de geconceptueerde, de concepten. Wie zijn geconcept? Wie is samengesmolten op deze wereld? Wanneer en waar? Nastrovia. En you go fuck yourself. En dat bedoel ik letterlijk. Want ik sprak meervoud. Het maakt me niet uit dat je neukt, jongen. Echt niet. Wil jij die bitches gaan een beetje lopen sprayen? He? Ga je gang. Al die nummers. In het systeem. Heb je dat begrepen? Ieder kind dat jij bij elkaar neukt, dat is gelijk bingo. Iets van momenteel €300, denk ik ook. €300 op de G-rekening van dat kind. Van die geconceptueerde. Dat is het systeem. En dat systeem, dat maken wij zelf. En ja,
er komt een server. Maar die server die staat of weer hier, of dan weer daar, of dan weer zus. Er is altijd een server, maar het maakt niet uit waar die server staat. Er is altijd een server. En de backup servers en de backup servers worden gevormd door de clients van de server. De server is down, maar er zijn een aantal clients. En dan heb je een vraag en dan zegt zo'n client, oh, maar die vraag die heb ik wel, ik heb geen antwoord. Dat is het systeem. En dat wordt nog een hele lange, voordat ik dat voor elkaar heb. En jij kan zeggen van, ja, maar Perry, dan moet je stoppen met koken op haken 22. En dan moet je helemaal verrot gaan. Dan moet je naar Tibet of zo. En nee. No teacher. No guru. Ik ga het niet voordoen. Want dan gaat het fout. Dus ieder mens gaat mijn project PX bestuderen. En je bek houden. Komende september mag ik opnieuw bij ThinkCell een test doen. Een IQ-test. Hè? Are you strong enough to be my man? Ja, ik ga ervoor. Ik weet precies wat ik doe. Hè? En ik weet ook dat het idioterie is. Het gaat om de strijd tussen mij en Bill Gates. Die zeurende kleuters. Die getormenteerde kinderen. Ik heb veel last gehad van Bill Gates. Mijn creativiteit werd beperkt door het toedoen van Bill Gates. Steve Jobs. Het is een Libanees. Niks mis mee. Ik weet hoe het zit, hoor. Johannes, zijn evangelie, opent met in den beginnen was het woord. En bla 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 bla. Bla 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 bla. Ja, meneer Bill Gates heeft zich bemoeid met dat woord. Ja, dan moet meneer Bill Gates zich vooral mee gaan bemoeien. Want ik bemoei me daar ook mee. Mijn insteek
is anders. En vraag mij niet waarom. Ik geef niet om geld of zo. Helemaal niet. Ik heb het door in die zin. Gadverdamme, het is een beetje natte wiet. Kom hier. Kom hier. Echt gewoon gaan kruimelen. Oh, kutte de kut. Dat voel je dan, hè? Het is een natte wiet, man. Zo'n die kruimel, je moet van die wiet hebben die zo... Arme Marcus. Zit u daar een beetje natte wiet te verkopen? Aan een christen. Zo'n Jesus lover. Want dat ben ik. Dat ben ik. Ik ben een tweedehands Jood. Een Jesus lover. En helemaal voordat die oorlogsgedachte. Van you have a right. You have a right. To fight. For your party. Ja, voor je party dus. Hè? Maar niet voor andere dingen. Maar you have a right to fight for your party. Het is altijd gerechtigd. Ik stel een feest in. En komende vrijdag heb ik met mijn dochter afgesproken bij de Indonesische toko. En zij mag de kroephoek uitzoeken. Die zij moet gaan bakken. Ik wil geen verantwoordelijkheid. Namelijk. Niet dat zij gaat klagen. Ja, het waren de verkeerde kroephoek. Jij stomme papa. Daar hou ik mee op. Hè. Dus zij gaat zelf de kroephoek. En papa betaalt dat. Ik ben haar vader helemaal niet. Maar dat is stomme kind. Maar dat komt allemaal goed. Ken je dat, Bill Gates, hè? Maar ken je dat gezang? En dat gaat zo. Wel, stel je kent iemand en die heet, hoe heet die persoon? Mathilda. Ja. Eia, papaya, Mathilda op de heia. Hadden wij Mathilda niet meer, dan zongen wij van papaya niet meer. Eia, papaya, Mathilda op de heia. Hadden wij Mathilda niet meer, dan zongen wij van patij. Papaya niet meer. Eia, papaya, Mathilda op de heia. Zongen wij van Mathilda niet meer. En de rest. Het gaat om die tekst. Sammy. Eia, papaya, Mathilda op de heia. Hadden wij Mathilda niet meer, dan zongen wij van papaya niet meer. Eia, papaya,
Mathilda op de hei. Ja. Dat is mind control. En dat kan jij zelf elke dag doen. Bill Gates, die een krijzende kleuter. And everybody's thinking I am the one with the money. Ja, met dat dildo van... die griet. In zijn reet. Gelukkig is hij gescheiden. Ja. Please release me. Let me go. For I have found somebody new. Ja. Melinda Gates is op zoek naar mij. Ja. Want ik weet van de wiskunde. Ja. In haar trucje niet. Please. Ja, de waarheid is vervelend. Dat snap ik heel goed aan. Dus tegen mijn vriend. Dat is inmiddels een vriend. Hij is een tand kwijt. En ik heb hem nog niet verteld dat ik een kunstgebit heb. Oké. Maar ik wil ook niet zeuren over mijn kunstgebit. Ik heb helemaal geen kunstgebit nodig. I'm going to bite your balls off. Anyhow. Dus ik moet niet zeuren over dingen. Maar hij is een tand kwijt. En dat kan je dan wel zien. En ik ook kid. Dat er weer gebeurt. Ik vind hem een goede manager. Goede ja, menagerie, vrouwelijke aanwezigheid. De yin. Maar niet zeiken, maar doorzwemmen. In de Hindoestaanse traditie. Waar onze taal, onze spraak vandaan komt. Samen met het Latijn. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L, B, Q, R, S, T, U, V, K, X, I, Z. Oké, dat was het alfabet. Maar er is ook... Hebreeuws. En het begrip dat je dan tegen iemand zegt iets waar die mensen verbaasd van raken. Want hoe kan het dat het Latijns alfabet behoorlijk wat overeenkomst toont met het Hebreeuws. Daarnaast heb je het Sanskriet en het Pali. En dat bestond al voor het geschreven woord. Toen spraken mensen al Sanskriet of Pali. Of Pali. Hey, Pali nog een beetje. Oh, de pot wil. Ja, weet ik veel wat ze zeiden. Ja, die zijn begonnen met manna's. Denkvermogen. Mem nun shamat. Die Hebreërs, die hebben Alef, ja, Alef denk ik, Alef,
Dalet Mem. Maar Alef Dalet Mem, dat was een dommeling. Want die wilde een Eba. Ja, ik vind de wereld niet leuk. Iemand moet mij komen helpen. Ja, ja. Ja, you go fuck yourselves. Meer fout. Want om jezelf te fucken, dat zou een belediging zijn. Want het lukt jou niet. Tenminste, ja, ik denk het niet hoor. Maar onderling, te doen. En pas op met die anale seks. Het is ook wel geinig. Het is ook niet echt een ding om te doen. Hè. En terug naar Bill Gates. Met die anale seks. Bill Gates door een Pinocchio neus in zijn bibs gepakt wordt. Met glijmiddel natuurlijk. En aspirine daarin. En dat Bill Gates ook zijn ogen, zijn pupillen helemaal... Ah, this is a nice way to be fucked in the ass. En dat zijn pupillen helemaal groot gaan. En wij daar goede camera-opname van hebben. En dat Bill Gates er wel rekening houden, is een oudere man. Ja, ik denk aan een jonge vrouw, 26 of 36 of zo. En die dan geen handschoenen hebben. Maar dan wel, in plaats van handschoenen, hebben ze anti-corona pasta op hun handen gesmeerd. En dan smeren ze Bill Gates helemaal in. Dat zal Bill Gates lekker vinden. Maar. En dan 7 vrouwen tegelijkertijd. Ook zijn tenen. Dus Bill Gates gaat niet onder de douche van tevoren. Nee, die wordt gelijk ingesmeerd. En dan kun je zeggen, ja, dan moeten die vrouwen die moeten van die handschoentjes aan. Daar ben ik op tegen. Nee, gewoon met de blote handen Bill Gates insmeren. En ook gewoon die pasta in je handen. Zo, want als je gewoon die pasta op Bill Gates gaat smeren. Dan denk je, oh, dat is koud. Oh, dat is koud. En dan ga je, I have the vaccines. Dat moet je niet hebben. Ja, laten we serieus blijven. Dus die vrouwen die smeren lekker die pasta op hun handen, lekker opwarmen. En zonder meer, ook voor jou. Hè. Dus stel dat je, ja, dat is best wel sexy eigenlijk. Oh, dan kom ik klaar. Ga je jouw man zo'n Bill Gates ervaring geven. En dan doe je die pasta meuken. Van de cheap shop of zo. De Action. Of, maakt niet uit wat. We gaan pakken. Zonder handschoentjes. Alleen maar van die pasta ertussen. Ja, corona distance, snap je. Op 1,5 millimeter. Ja, dat komt door Bill Gates. Als je aan Bill Gates gaat denken, dan word ik emotioneel. Dan word ik verneinig. En dan denk ik, waarom niet? Hè? Pourquoi pas? Ne sois.
wat die gozer heeft aangelegd. En dat hele gedachtegoed. Sterke truthalaars. Ik ben geboren in het huis van mijn vader. Mijn vader is de Steve Jobs van deze wereld. In een allegorie. De mogelijkheidgever. To give humankind a possibility to live. Dat is mijn vader. Elke overtuiging die mensen doet struikelen. Is mijn vijand. Voor wat hoort wat. De dankbaarheid die ik heb voor mijn leven is de waarde van mijn woede. Allahu Akbar. En Nastrofje. En you will fuck yourself. En ben je al in slaap gevallen? Ja, lekker man, lekker slapen. Lekker slapen. Serieus. Zo dadelijk. Of je bent nu in slaap gevallen. Of je valt zo dadelijk in slaap. Dat ik je helemaal... Ik ga je vertellen hoe je curry moet maken. Curry, ja. Kipcurry. Wat je moet doen, is je moet die curry, die moet je myotineren. Frituren. Ik ga het opzoeken. Met die gefrituurde curry smeer je de kippenblokjes in. En dan mag je bij doen wat je wil. Het maakt niet uit, jongen. Uitje erbij. Flikker er maar bij wat je wil. Nou, gekke dingen. Geen oregano. Hè? Dat past even niet. Dat wordt bitter. Maar je kan het uitproberen. Ja, paprika. Niet echt nodig, denk ik. En die kip, die doet dan bakken. En hem niet te ver doorbakken. A-B. Dan wordt het schoen zo. En trouwens, je hebt het in... Als je het, ik ga experimenteren. Ik doe ook zuur erbij. Dus tomaat of... Ja, maakt niet uit. Desnoods pak ik die... Ik ga op HK22 ga ik koken. En daar hebben ze van die siroop in de koelkast staan. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat maakt niet uit. Het is nog een zoete curry. Met bloedheid. Bloedheid. Veel komkommer erbij. Dat komt wel goed. Het is mij tegen Bill Gates. Willem, de gaten. De poorten. De openingen. En ik wil hem niet neuken. Want ik geloof niet in zijn principe. Ik snap niet waar hij zijn principe
op baseert. Je hebt de principes en het principe. De prins en de prins. Lees Daniel nog een keer. En jij kan zeggen van ja, maar die mensen van Daniel die dagen, die hadden het verhaal en de misten een paar jaren of dagen of whatever. En dan snap je mij niet. Wij leven in de dagen van de openbaring. Dat kan. The mark of the beast. Hello. The woman riding the beast. Ja. Of. Of. Wij leven in de dagen van huis, huis, herderstaf. Dus er is helemaal niks gebeurd. Maar Christus is helemaal voor de kloten naar de kut gegaan. Dat kan ook, hè? Dat Christus voor de kloten naar de kut is gegaan. Of als je dat liever hebt, dat de kloten voor de Christus naar de kut is gegaan. Of kakaka. Ik wil niet boos worden. Daar heeft het helemaal geen zin voor. Want ik hou van iedereen. Het is heel erg. Het is heel erg. Ja, empathie is leuk, hè? Maar je moet er wel tegen kunnen. Zoals ze zeggen, if you can't take the heat, stay out of the kitchen. Empathie is leuk als je er tegen kan. Satan rules. And I am going to fuck him in the a-hole? Not. Ja, ik kan ook geheim spreken. Ja, ik snap George Orwell en Aldous Huxley. Ik begrijp die kluis. Oh nee. Jullie zaadje kluiterios. Hoe kan je dat verzinnen, jongens? Ja, ik ben de gehangene in de troon. En de voel. Dus ik heb veel sterke kaarten. In de tarot. En een bange dochter. Wie? Ik durf niet te vliegen. Ik durf niet te vliegen. Ik durf niet te vliegen. En een schop onder de hol moet ze gaan krijgen. Pa. Eén is genoeg. En voor de rest kan iedereen mijn rug op. En dat bedoel ik niet serieus. Natuurlijk bedoel ik dat niet serieus. Het enige is, ik heb het gezegd. En als jij nou ook zo gaat denken. Dan kan jij zeggen, ja maar Perry, daar zit ik straks ook met een woningruimte van, ik heb iets van, zoveel vierkante meter,
Een vervelende bovenbuurvrouw met een pitbull. Ja, oké, okay, dat heb ik ook. Ja, dat, een onderbuurvrouw en die is... maar die is bijna niet thuis. En af en toe komt de politie op je, bij je op de stoep. Mogen we even binnenkomen? Zie je natuurlijk, joh. Ja, met mij ga je geen tango dansen. En met jou ook niet. En het maakt mij geen uit in welke omstandigheden jij zit. Want als jij begrijpt waar ik het over heb, dan sta je aan mijn kant en dan staan wij aan jouw kant. Hij die heeft, die zal gegeven worden. Alleen die. Ja. Zo is het. En Emile Ratelband, die weet daarvan. Dat is een idiote. Emile Ratelband is een regelrecht idioot. Een gevaarlijk mens. Dan moet je niet in je buurt hebben. Dem maakt iedereen gek. En hoe kan dat? Hoe kan dat werken? Bill Gates nummer 2. En man, wat een hoop wiet heb ik zo. Echt een schande. Maar ik weet van de dingen. Met al die moederskindjes. En ik weet dat als je de Tanach, het begin van de Bijbel, en dan krijg je gezeik en dan krijg je gesodemieter met Christus. Ja, dat moest een keer gebeuren. The cross. Op Bereshit Bara. Elohim. Hashemayim. Haaretz. And you know fuck my Sherlock. En jij kan zeggen van ja, maar dan kan je anders uitspreken. Je moet zeggen, en hoe dan? En zeg het zelf eens. Bereshit bara Elohim Hashemayim Haaretz. En wat heb je gezegd? En wat voel je als je dat begrijpt? Zoon God, destructie, hand, kruis, baarde, ons, onderscheid. Tussen regen en aarde. Zoon God, baard. Zoon God, destructie, hand, kruis, baard, ons. Het onderscheid. Regen. Aarde. En dat wij dat waarderen. En dat Jezus een stomme gozer was. Dat maakt niet uit.
ik heb ook zo mijn dingetjes. Was het nou wel nodig geweest? En moest je dat nou ook nog zeggen? Maar in principe is het zo dat ik toen ik leerde van de woorden, toen stopte ik met te knallen, met vechten. Toen kon ik het niet meer. Ja. En niet dat ik je wil oproepen om ook de Bijbel te gaan lezen. Alles op zijn tijd. Bereshit bara Elohim Hashemayim Haaretz. Of in modern de Bereshit bara Elohim et Hashemayim ve et Aaretz. Maar je kan ook je eigen dildo in je eigen reet stappen. De wereld is geen geintje. Stalingrad was een geintje. De wereld niet. Stalingrad was voor pussies. Als je niks kan, dan gaat maar naar Stalingrad. Ja, maar jij kon helemaal niks. Jij kon nooit Nederlands. En jij bent hier naartoe gestuurd. En dit is jouw ultieme Stalingrad. Kortsluiting. AUB. En Bill Gates nummer 2, hè? Ja, pauze. Hadden gezeik over Auschwitz. Kappa. Door de Joden zijn vervolgd. Ja. En de Hindoestanen niet. Bereshit bara Elohim et. Dat is formeel. Ik vind het niet nodig. Maar ik had een Bereshit bara Elohim et Hashemayim regen v'et ha'aretz en Hugo fuck yourselves en probeer het een beetje. Hoe moeilijk kan het wezen om in wanhoop toch maar door te nukken? In goed vertrouwen. And mind yourselves. Jij zorgt voor je eigen leven. Heb je dat goed begrepen? Jij hebt geen vrije wil. Je hebt een vrije keus. Of je hebt een vrije keuze.
kies maar. De Herman Brood. Qua Herman Brood. Hè. Ik heb nog geen emmer met speed. En voor de rest heb ik 50%. Hè. Snap je? Het leven is geen grapje. Want ik ben erbij. Ik take nota. Ik neem nota. Ik ben gelijk de vader van Arthur Schopenhauer. Een boekhouder. En als ik naar het boek houd, dan mogen jullie lekker neuken. En laat zien wie je bent. Hey, jij als kerel, hey, dat is mijn Marianne Vaanstra. Maak haar zwanger. En neem haar mee naar huis. Dat je dat ziet. Ze neemt die Marianne Vaatstra mee naar haar huis. Dan komt hij weer. Dat is die Terse. Haar huis. Wat zit je nou te zeuren? Bill Gates nummer 2. Dus, we zitten op 1 uur. Ik heb de hik. En nog belachelijk veel bier. En misschien moet jij even tegenaan of zo. Dan mij laten verzinnen om de torpedo op. Om hem. Is mijn Karel Doorman van. Ik val aan, volg mij. Ja, Bill Gates is al bijna weg. Het principe niet. Hè. Bill Gates is afgeserveerd. Bill Gates heeft computervirussen geïntroduceerd. En toen ging hij in de virusindustrie. Wat ben ik blij. Dat ik Perry Winkel ben. Ja, ik heb het maar geen Perry, maar. Ik heet Harry. En Kerry. Geen Perry. Met mijn dochter ga ik dus komende vrijdag boom boom boxen. Om 3 uur gaat dat ding aan. Het eerste wat we gaan doen op HK22 is die computer van mij, mijn oude beest. Die afgesleten dinges. Maar er zitten boxjes in. Ik maak wel een playlistje van 3 keer 3 kwartier. Het 9 kwartier. Ietsje meer, ietsje minder. En dan is hij op. En dan moet het eten klaar zijn. Ja. Oh, oh,
die verkent. Ik hoop maar dat ze er echt tegen kan. Dat lukt wel, denk ik. Ja, of niet. Dat maakt ook niet, maakt me echt niet uit. Hè. Dat geeft nieuwe mogelijkheden. Maar zij is gehangen. Want ik heb haar gezien. En ik ben gezien. En ik ben gehangen. Goed in de gaten houden met tomatenpuree. Die ga ik ook gebruiken. En dan tomatenpuree moet je ook frituren. Hoe gaan we dat doen, man? Ah, wat een god, man. Wat een goede nasi goreng. Mijn dochter die wordt helemaal uitgeput. Hoop ik. En helpt dat? Ja. Voor mij. Dan ben ik van die truthola af. Ze ken kook of ze ken niet kook. En nu gaat ze kook en laat zien. Niet zeur, maar kook. Bek hou en kook. Ja, dan ga ik met een diets van spreken. Er al Bill Gates is het, de tweede hun. Over Bill Gates. Bill Gates is de derde. William B. Gates the third. Zo heet hem klaszaak. Maar ik kan beter een nasi goreng maken met mijn dochter dan hij met Belinda Gates. Wedden. Zo'n witte kool moet je hebben. Die krijgen we niet, maar dat maakt niet goed hier. De vreselijkheid is door ons. En Bill Gates en zijn consorten, ja, de katholieken, de universele mens, bestrijdt ons. En zo is het. En wij bestrijden de universele mens. En als wij de universele mens hebben opgegeten, dan wordt de universele mens ons. Het is een kwestie van het opeten. To eat. Van de universele mens. En dan wordt de universele mens. Mens. Ik kan ook Genesis 6 gaan voorlezen. Met Noah. En jij zegt wie je moet. Ja, goed zo. Hou je gedachten in de gaten. Jouw lichaam is jouw vijand. Je hart is je vijand. Gedenk dat.
Vele mensen zijn gestorven door stupiditeit. Punt. Ja, maar dat waren psychopaten. Nee. Vele mensen zijn gestorven door stupiditeit. Ik ben dat niet van plan. Met die kipfilet, hè? Dat wordt een heel ding, man. En mijn dochter, die kan een beetje straat eten kopen. In de bus opeten. Nee, sterker nog, ze kan het opeten terwijl ze... Zij gaat een half uur rondwandelen op Des Koningsjaard. Dat is openbare weg, namelijk. Mijn bedoeling is om het duidelijk te maken. Dat iemand zoals Bill Gates niet geeft. Hij neemt. Pauze. Vaccines. Die hoge stem van hem. Dat klopt niet. Een slecht mens. Ja. Mijn schoonmoeder, die zei tegen mij: ja, neem het mij niet kwalijk. Ik ben alleen maar ouder geworden als kind. En andere mensen worden ouder, maar ik niet. Ik ben kinderlijk. Neem het mij niet kwalijk. Dat zei mijn schoonmoeder. Schoonmoeder. Tegen mij. Waarop ik zei: ja. En dan verder. Maar Bill Gates is net zo'n onvolwassene. En niemand wil volwassen worden. Iedereen wil kind blijven. Veilig op de achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Zo'n homo lied. Ik bedoel homo dan zo'n mietjes lied. Een mietjes. Niet veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Bestaat niet. Met andere woorden,
Wij zijn verdoemd. Wij gaan eraan. Al onze principes, zelfs de veganistische principes, gaan eraan. Alles gaat weg. En dat is niet erg. Stel je niet aan. Kijk hoe dat gaat. Met die banaan. Het gaat door, snap je? Sorry dat ik snap je zei. Het gaat door. Het is een eeuwige herhaling. En toch gaat dat, naar onze mening, beter. Dus steeds hetzelfde. En naar onze mening gaat dat steeds beter. En wie is ons? Vraag je af. In mijn team, die twee soldaten gedragen zich niet. En wij, ik ben luitenant en Erik is sergeant, wij hebben geen autoriteit, want zij denken dat wij ook soldaten zijn. Maar ik ben luitenant en Erik is sergeant. En dan die soldaten, die lopers. Die moeten lopen. We komen erachter dat sector B, ze hebben niks aan de hand mee, hè. En dat is die sector van de twee soldaten. Nou, ik en de sergeant, wij draaien de hele boel. Die andere twee, die kunnen eruit. Bill Gates, de tweede uitzending. Ik ben software-expert. Ik kan ook van chaos theorieën. En het nut ervan. Ja, ja. Bill Gates, de tweede uitzending. Ja, maar Piri. Wat heeft Bill Gates dan fout gedaan? Nou, Bill Gates heeft niks goed gedaan. Hij heeft met poen gezwaaid. Samen met die van de familie Bokker of zo. Melinda was niet van Gates. Nee. Een scam, jongen.
Wij worden geregeerd door Babylon. Door baby's. Gelijk Bill Gates. Die regeren. They rule. Not. Nou, straf je. Snap je? En morgen heb ik vrij. En vrijdag ga ik koken. En denk erom, hè, met die curry. Het is dik. Ik ga het proberen. Ik denk daadwerkelijk dat Mark gelijk heeft. Je moet die curry, als je die curry, die moet je eerst. Dan curry mayonaise maken. Even kijken wat ze lekker vindt. Maar eerst maar eens die kip marineren. Klontje boter erbij of zo. Chroma. Wit eruit. Dan burn, baby, burn. Fuck de salmonella. En waar het mij om gaat, is dat mijn dochter er wat van leert. De luie trut. Waar geen man zin in heeft. Nee, zo'n vrouw hoef ik niet. Nee, je wil een vrouw die kan koken. En je bek houden en koken. Dat wil je. Een vrouw die kan stofzuigen. Je bek houden. Gewoonweg je bek houden. Ik papegaai nou, hè. Mark Rutte. Gewoonweg je bek houden. En stofzuigen. Alsjeblieft. Shut. Het voortplantende. Up. Up, up, up. Ja, Perry, je hebt me stoned. Nee, ik ben helemaal niet stoned. Ik ben nog nooit van mijn leven stoned geweest. Wel ben ik betwist in mijn woord. De godganse tijd. Ja, dat zeg je nou wel. Nee, ik vind zelf momenteel, dat vind ik dit. En shut up. Ik heb zo'n mooie uitzending gemaakt over de martelgang van Kromme Lindert. Van Kromme Lindert. De Kromme. De gebroken. De gebrokene. Die auteur is uitgeschakeld. Totally. Shut the F up. En dat vind ik ook.
een soort van reiniging. En dan gaat ook Bill Gates weg. En Melinda Gates. En ik zei, een twijfel. Ja, mijn voorlezing van de martelgang van Kromme Lindart is geprezen door de Syriër op mijn werk. Misschien moet jij ook gaan kijken naar de martelgang van Kromme Lindart. Lindert. Niet L-double-E, maar L-I. Kromme Lindart. De martelgang van de Kromme Lindart. En dat je dan zo ziet, Bill Gates is eigenlijk een Kromme Lindart. Een getormenteerde mens. Kromme Lindart was niet heel arg. Dat was Brabus. Kromme Lindart was niet heel arg. Nestrofje. I'm gonna fuck you all if you don't do it yourselves. Je hebt het leren en de harde hand. Mijn dochter wenst niet de inhoud te kennen van de martelgang van Kromme Lindart. Mijn dochter wenst om fantasie te gaan spelen. Ja, she is going to fuck herself. En zij gaat mee naar Haken 22. En dan gaan we koken. Een duchtig koken. Ik kan wel zeggen, de ben stupido's. De ben geen stupido's. De ben mijn familie. En op het moment dat ik daar niet meer mag werken, ook niet eens als vrijwilliger, dan komt er een knalfeest. En dat weten zij ook, hè? Want ik weet waar Bill Gates zijn huis woont. Dat huis woont nabij mij. En het gelukkige, ik ben zo gelukkig, ik ben een strijder. Ik hou van niks anders dan een strijder. Ik wil vechten. En mijn vader, jouw vader, heeft mij onze vader. Ik ga er tegenaan. En ik sleur mijn dochter mee.
Ik betaal. Maar die trut gaat betalen. Niet aan mij. Hè. Ik heb geen geld nodig. Onze vader. Geef ons eten dagelijks brood. Ja, ik heb geen geld nodig. Ik betaal. En zij gaat regelrecht in de jungle. Langs de openbare weg. Bij de gekken. En wij gaan fatsoenlijk eten, kok. Voor de weinige mensen die wij kunnen bereiken. Want ik heb ook gesproken met Mark van HK34. En die vroegen mij: wil je ook hier komen koken? Alsjeblieft. Ik kom er niet door. En ik heb meer dingen aan mijn kop. En HK22, dat is nu mijn object. Mijn gegenstande. Dat is objecten. En ik ben subject. Aan HK22. HK22 is mijn object. Mijn gegenstande. Bill Gates, daar gaat het om. Hij begrijpt het niet. Hè? Dat is het punt. Dat kan hij ook niet. Ik had zo'n... op HK22 werkt een vrouw. En die lult. Dat is een kletsvrouw. Ik maak er een rommeltje van. En zij staat onder controle. Dat denk ik. De tijd zal bewijzen. En ik had popcorn gemaakt. En zij komt de keuken binnenstormen. En hou op met die popcorn, dat kan niet. Geen popcorn, geen popcorn. En ik zeg, ja, oké. Sorry. Je m'excuse. Ik kon het niet weten. Zij zei, oh ja, je kon het niet weten, maar nu weet je het. Ik zei, oké, geen popcorn meer. En zij zei, ja. En het grappige was dat ze keek naar al die schalen die klaar stonden voor het avondeten. En ze vroeg zich af, wat zit hierin? Wat is dat dan? Ik zei, ik ben er bezig, ik ben aan het koken. Maar wat is dit? En, oh, dat ruikt lekker. Hoe heb je dat gemaakt? Ik zei, dat is de... Ja, ik ben aan het koken. En ik zweer. Ja.
Dat betekent dat ik mijn bloed ophang aan haar bloed. Hè. Ik zwieg je. Dat zij mij verliefd aankik. En ik dacht van ja, als je mij laat koken, dan is er niks aan de hand. En dat zij opgelucht was. Oké, die popcorn is afgelopen. Die is helemaal niet afgelopen. Dat denk ze wel niet. Helemaal gek geworden. Dat zijn vrouwen. En die sturen zijn vooruit. Want zij is satanistisch. Die is naar kelders geweest. Niet zo'n kelder als wat ik voorstel met Bill Gates. Echt een hele happy toestand. En hoog en onder de grond. Maar dan er wel 1000 van die 1500. Dus. Ja, maar ja. Bill Gates de tweede. Wat nodig is, is dat mensen gaan nadenken over een behuizing van een Raspberry Pi. En dat je een demilitarized zone hebt. Vanuit je router. Een HTTPS. En kan je dat voor elkaar krijgen? Dan heb je een piemel. Kan je dat niet voor elkaar krijgen? Dan ben je een periwinkel. Dus what is it going to be, boy? Een piemel? Of een periwinkel. Een slamjaans. Wij dienen te communiceren. Want anders gaat het fout. En niet oude hoegen, geen essays en mooie bespiegelingen. Nee, en wie is er geboren en wie is er doodgegaan? Laten wij daarmee beginnen. Zelf bijhouden wie er geboren wordt en wie er dood is gegaan. Ja, dat doet de overheid wel. Nee, dat doen zij niet. Zij liegen de godganse tijd over de cijfers. En op zich heb ik daar geen moeite mee. Het feit blijft dat ik graag wil weten hoe het zit in de menselijke werkelijkheid. Je kan gaan lopen zeuren over het korte leven van een kakkerlak. Je kan ook zeuren over het korte leven van een mens. En beneden mij woont zo'n wijf. En die, partij voor de kakkerlakken. Voor de dieren. Partij voor de kakkerlakken. Ja. Ik niet, hè. Ik ben helemaal niet voor de kakkerlakken, want ik ben zelf een kakkerlak. Ik heb geen idioterie nodig. Want ik ben zelf idioot. Een Jood met idi ervoor.
een idioot. Ik weet van alles en nog wat. And no, I am not going to fuck your a-hole. No way. Met eikenhout. Wat wil ik maken hoor? En wat leg je op tafel? Ik wil 10% van de opbrengst. Snap je? Ja. Dit was een grappie. Hij terug naar Bill Gates. Niks dan ellende. Dat is Bill Gates. Niks dan gezeuren. Met C, hè? Je hebt de types, en je hebt types met data. Die uitvinding is in de jaren 80 gedaan. Dat is een uitbreiding op C. C is de taal. En in de syntax. Types met data. Classes heet dat. Bjarne Straustrup. Die vertelde, die wist daarvan. Die heeft het op de kaart gezet. Niet helemaal goed. Dat maakt niet goed. Maar wat je niet gaat doen, is dat je hetzelfde gaat doen als Bjarne Straustrup. Op je eigen manier. Met C-sharp. Dat is bullcrap. Of bullcrap. Het ligt maar aan hoe je Engels spreekt. Bullcrap of bullcrap? En dat is Bill Gates met zijn C-sharp. C-sharp is niet elegant. Dan ga je zeuren over dat C++ van Bjarne Straustrup. En niet elegant is. En dat is niet waar. De C++ van Bjarne Straustrup is elegant. Het is levensgevaarlijk, maar dat komt omdat je niet het dogma van PX hebt begrepen. Maar als jij het dogma van PX begrijpt, dan kan jij de C++ van Bjarne Straustrup goed begrip.
En hij reed het als een merite. En die iemand als... Die gozer Bill Gates, BG, Big. Mr. Big. Aan het werken. Yo, mijn Perry, jij heet Pew. Ik heet helemaal geen Perry. Dus maak je nergens zorgen over. En nest alweer. Want morgen is het hemelvaartsdag. En jullie zijn ongelovig. En zo hoort dat. Denk ik. Vermoed ik. Jullie zijn allemaal bibberaars. Dat was de kwakeboter. En de Syriër. Ja, ik ben van Syrië en waarom ik de Syrië hebben? Ja, een Syriër en een Syriër. En you go fuck yourself. Ook met al die buitenlanders. Ik heb er totaal mee gehad. Er bestaat geen buitenlander. Er bestaat de mens die genoegen neemt met dat wat hem gegeven is en daarmee wat doet. En voor de rest helemaal niks. Er zijn de atomen. Dat is één, hè? Atoom. Dat is je dame. Dan krijg je de moleculen met kristallen en zo. Dan krijg je het bewegelijke spul. Dan gaan we groeien. Dat zijn die planten en zo. En de dieren. Klote beste man. Ik heb de mensen. De mens. High five. You go fuck yourselves. Ja, maar de katholieke kerk heeft 500 miljoen van ons vermoord. Kunnen we niet beter stoppen met neuken? Snorri. 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 Zullen ik eens zeggen? Waarom zou je stoppen met het zwanger maken van de behoeftige die zo graag een kind willen? Je moet het lef hebben, dat weet ik. Het gaat om de voortplanting. It is all about the fucking. I know. Ik moet Aisha gaan pakken. Bevruchten. Dat is een bolle buik. Albi. Wat een leuk kind, wat een leuk. Ah.
ja. Of een vrij, of een wijfie, maakt me ook niet uit. Maakt me echt geen reden. Als er eentje uit kan worden gepompt. Nog een tweede. Als je toch bezig bent. En Aisha. Ze heeft een mooie naam. Dat zonder meer. Zo schil. Nee, zij is loens. Ik ben dubbelziend. En haar in het wit. Aisha. Aisha. Die staat ook bij een dance-trekker. Je moet zelf blijven lachen. Je moet denken als degene die helemaal geen perrie heeft. Ik denk, Aisha, Aisha. En waar is dat gevoel bij jou? Ik kan zeggen, pauze. Of ik kan zeggen, snap je? Want ik, nou, ik wil haar bevruchten. Op zijn Joodse. Eerst naar de vader toe. En dat hij dat goed vindt. En dan neem ik zijn dochter mee. En dan neem ik zijn dochter mee naar Casablanca. En zij is mijn tolk. Onder mijn regime. Want ik ken inmiddels ook al een paar woorden Frans. En Arabisch. Zij wordt mijn tolk, zodat ik Arabisch leer. En dat wil ik leren in Casablanca. En Bill Gates. Die wordt dan dus na aflopen. Dan staat Bill Gates. En misschien ook nog. Nou. Nog een beetje water. Een gekookte rijst. Een mooie basmati rijst. Een handje rijst en water. En dan Bill Gates, die heeft helemaal niks meer. Die is in zijn reet geneukt op een manier die hij niet kon voorstellen. En hij is helemaal fris en dan gaat hij maar wandelen. Walk away. En ik zeg je, Bill Gates die wandelt 3,7 kilometer. En dan krijgt hij de lamsvlees. Ja, die stomme schapen. Iedereen wil truien, maar wie vreet dat vlees op van die schapen? Ja, allemaal lekker een wollen trui, oh leuk hoor. Maar wie vreet dat vlees op van die schapen? De lammen. Bill Gates weet niet dat in het Arabisch heet geloof. Islam. Nastavia. En you go fuck yourselves. En ik ga naar.
En mijn coördinator, die zei van ja, ik wil hier niet blijven. Dus ik neem mijn vaccinatie. En ik zei, nee jongen. Nee. Als je wordt gevaccineerd, maar na een half jaar moet je opnieuw gevaccineerd worden. Dus je moet je pas laten, je moet je laten vaccineren. En dan moet je goed weten van, daar wil ik naartoe. Je moet vlak voor het moment dat je ergens naartoe wil, laat jij je vaccineren. En niet eerder. Dus ik wil in ons team weten wie zich heeft laten vaccineren. Want dat moet je niet doen. Ja, je mag het wel doen. Dat slaat nergens op. Tenzij je wil reizen. Maar dan nog slaat het nergens op. Als jij wil moven, dan ga je plannen. Plannen. En dat regel je zelf. Met of zonder. Heb jij mij hoort? Ik was grap aanmaak. En wil jij vaccinatie, koe-injectie? Ja, nou straf je. Op je eigen rekening. Samen met jullie, de gevaccineerden. Je hoeft mij geen reet te vertellen. Ik ben het liefste in een wereld der oppervlakkigen. Wanneer kan ik mijn eigen gang gaan. Wees als het je belieft, zo oppervlakkig mogelijk. En hou die idioten op afstand. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me. Ik heb het nooit zo gedaan. Ja, maar Piggy, dat was heel anders dan die van die buitenlander. Ja, precies, ja. En Pippi Langkous, die zei van ja, ik heb het nooit gedaan, dus ik zal er wel kunnen. Op een dag drink je geen bier meer, maar dan drink je goals. Nastravia. En ga dan, waarom zit jij te proosten? Heb jij geen rum of zo? Jij stomme. Er is een uitspraak van zo'n Amerikaanse comediant.
zei van ja, ik ben niet tegen drugsgebruik. Ik vind dat je moet die drugs geven aan de stomme mensen. Gereguleerd drugsgebruik. Alleen die stupido's, die moet je volproppen met drugs. Then give it to the right people. Ik ben zo iemand. Ja, ik heb mijn alcohol en mijn wiet. En, ja, je moet een beetje die joden steunen. De jodenvervolging is nog steeds. En die joodse wiettent. Misschien moet ik mijn dochter aanbieden om daar de boel over te nemen. En dat ze dan een beetje cash gaat maken. Oh, die dochter van die Jood, die is al in de 30. En die van mij is in de 21. Ik kan daar. Ja, dan moet zij ook maar kiezen. Dan gaat ze werken voor een Jood. We hadden het over Bill Gates. Ja, Bill Gates is niets meer dan een mopperaar. En een claimer. Hij claimen. Is er nou een mug om mijn oren? I feel heat. Ja, ik ben ook niet gek. Neem pauze. En laat los. Heb scheid. Gooi die anus los. En als je dat niet kan, dan moet je tandoori gaan vergeten. Het is ook met die kwarkabouter. Yo, ik kan geen koffie, want ik heb tandoori gegeten. Dat wil ik helemaal niet weten. Ik wil weten hoe je tandoori hebt verschaft. Goedkoop gekocht. Oder was. Ik ken twee talen. Ik ben Duolingo. Kan ook Pali. Ambition. Frans. Sepetrago. Als er een mama was. Oh. Oh. Is er kwaad, hè? Oh la la, c'est le métro qui passe. C'est le ton. C'est le ton qui fait la musique.
En wij zijn onder ons. De vraag is, wie zijn wij? Wij stammen niet van de apen af. Wij zijn geen toevalligheid. Wij zijn opzettelijk. Pauze. Wij zijn opzettelijk, met opzet, hier gezet, om die soepzooi op te ruimen, of op zijn diets om de soepzooi opruimen. Dat is ons opdracht. Geget aan het werk. Daarna sterfst. Eerst werken, dan sterven. Dat is ons opdracht. Dat is niet voor hond. Dat is niet voor kat. Dat is niet voor muis. Dat is niet voor vleermuis. Dat is niet voor goudvis. Dat is niet voor horing. Dat is niet voor hooi. Dat is niet voor walvis. Dat is niet voor olifant. Wij werk. Dan sterf. Als je sterft. En dit hè. Als je niet. Als je niet. Maar als je niet. Ik wil lekker gaan. Als je niet. Het werk. Heeft. Als je niet hebt gewerkt. Voordat je lichaam bye bye monkey en bla bla bla. Kets terug, man. O, bent heer. Bent hier. Om te werk. Arbeid. Macht vrij. En als je dat niet begrijpt, dan ga je naar de. En Abdul. Zo heet hij niet, hè? Die Syriër. Hij heet geen Abdul. Ben ik ook achtergekomen. Ja, noem mij maar Abdul. Je heet geen Abdul. Ik ben Jansen. Geen Jansen. Heb ik ook nog op betrapt. Het komt allemaal goed. Bill Gates met zijn de oppressie. Het slaat helemaal nergens op. Het is te zielig voor woorden. En Robert Jensen, die zich loopt op te fucken over de Bill Gates, dat staat ook nergens op. Het enige wat Robert Jensen voorstelt, is dat mensen tegen een billijke prijs textiel ontvangen. Uh,
Robert Jensen is een soort Miep Brons. Dan koop ik lekkere t-shirts en hoodies en loop er mee in de rondte en doe je mondmasker af. Ik niet hoor. Ik kies voor de veilige route. Ik draag mijn Sisa mondmasker. Helemaal volgesnoten. Het is een zakdoek. Echt een smerig ding. Ik denk, als jij mijn Sisa mondmasker voor je snuit doet, dan word je ziek. Oh nee. Mag ik hem afdoen? Ik denk het ook gelijk hoor. Helemaal vol van snot. Of verkleuringen ook erin. En er zitten ook van die wildgroeien. Dat krijg je dan ook vanwege die warmte. En ik probeer hem wel een beetje droog te houden. Dat niet te veel schimmels erin. Ja, ik ben ook hygiënisch. Ik kan er wel tegen. Het zijn mijn eigen schimmels. Maar mijn mondmasker op jou. Ik zou het niet doen. Of moet je haten. Dat kan ook. En dan geef ik jou mijn mondmasker uit liefde. En dan ga ik alleen maar kijken. Oh baby. Ik hou van jou. Alleen dan, als je mijn vijand bent, dan mag je mijn mondkaspermasker mag je voor je. En ik kijk jou in de ogen. En ik zie dat logo van mijn werkgever. En ik kijk jou in de ogen. Oh, yeah. Dat vind ik geil, snap je? Echt lekker, dat zou ik wel lekker vinden. Een vrouw, dan. Een man, ja, die gaat gewoon dood. Maar een vrouw, die kan ik nog een vaccinatie geven. Oké, je hebt het allemaal genomen. Oké, je hebt het allemaal binnen. En zegt hij, ja, ik heb het allemaal binnen. Maar aan mijn onderkant vond ik heel erg giebelig. Nou, dan los ik even op. Dan ik even uprubben. Pump it up. Er is het begrip gemeenigheid. En daar ben ik voor. Iedereen moet gemeen zijn. Ja, ja. Mijn dochter. Ja, ik heb het. Dat is heel stom. Niks van aantrekken. Ik ga toch dood. Eia, papaya, Perry of de eia. Hadden wij Perry niet meer dan hadden wij. Het maakt helemaal geen donder uit. Serieus. Ik heb in de regen gelopen. En dat je het weet. En ik ben totaal van mijn trein der gedachten af. Oh ja, ik had het over Bill Gates. Oh, ik weet het weer. Maar iedere keer met dat biggetje van een big, de vetvark, de klaszaak. Er is een ding en dat heet mens. En mens
anders dan... Nou, niet anders, maar... het heeft... De moleculen... iedereen wil communiceren. Inclusief de atomen. Getuigen de kristallen. Dat is een atoom is koolstof. En dat veroorzaakt een kristal. En hoe? Hè? Hoe? Hè? Hoe veroorzaakt koolstof een kristal? Hoe? Vanuit de Big Bang. De grote angsttheorie. Ja, ik kan zomaar vanuit het niets... Oké. Ik heb van die Jood heb ik nog wiet gekocht, hè. Ik ben rustig. Maar hoe kan dan? Koolstof. Een kristal vormen. Hoe? Hoe? Ha ha, zat de klaan. Dat ding hier dan. En dat is hier. Hey, you go fuck yourself. Your own a-hole. And be scared. For me. Grapje. Ik stel helemaal niks voor je. Ga er weer. En dat is ook mijn wil. Ik wil alleen maar weten hoe het moet. En daarna komt de boom, 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 boom. En daar komt naar mij. Ik ga het niet doen. Arthur Schopenhauer, über die Grundlage der Moral. Dat zei ik verdorie goed. Auf Deutsch. In één keer. Hè? Dat was mijn lichaam. Als ik erover moet nadenken. Dan heb ik die naam vallen. Verkeerd. Maar dit was een. 180. Über die Grundlage der Moral. Dat hele werk van Arthur Schopenhauer. Die kent de prulbak in. Wat mij betreft. Ja. Ik heb het gezegd. Je kan zeggen van ja, maar Piggy. Je hebt straks staat het op YouTube. Heb je Arthur Schopenhauer beledigd? Nou, oké, dat kan er ook nog wel bij. Arthur Schopenhauer heeft Immanuel Kant beledigd. Dus ik heb het recht om Arthur Schopenhauer te beledigen. Want Arthur Schopenhauer heeft Immanuel Kant beledigd. Om nog maar te zwijgen over Friedrich Nietzsche. En om nog maar te zwijgen over het feit dat ik helemaal geen Duitser ben. En geen secretaresse. Ja, kortom, double fucked. Zo
Why don't you go fuck yourself? En stop deze aanzending. Doe pauze, alsjeblieft. Ik heb er genoeg van gehoord. Dit onzin kan ik niet langer aanhoren. Het lijkt wel een mens van vlees en bloed. Ja, precies. Ja. En ik zeg je, you go fuck yourselves. Het is esoterie. Je hebt exoterie en esoterie. En die klootzak waar ik het over heb, die is alleen maar... Hij is niet dualistisch. Hij is de innerlijkheid, de aanwezigheid, de daseinheid verloren. Dat is tof, ja. Als iemand een haar krenkt van William B. Gates, the third, die guy, the you're fucked. Alsjeblieft, hè. Blijf met je tengels. Blijf met je poten. Van William B. Gates the third af. Het is een mislukkeling. Hij heeft absoluut geen inhoud gegeven aan zijn beloofde woord. Net als die rest van die soepzaai. Ik heb een goed idee. Ik ga Romeinen 12 vers 19 voorlezen. Zal ik het doen? Dit gaat over Bill Gates. Uit mijn hoofd zeg ik, dearly beloved, vengeance mine. En geen applaus, hè? Niet nodig. Wraak nemen is moeilijk. Ik heb wisselende, ja. Het is moeilijk, hoor, om te wreken. Dus liever heb ik dat jullie dat niet gaan doen. En dat je dan, ja, maar Perry heeft het wel gedaan. En het liep helemaal niet goed af. Ga toch weg. En laat mij niet lachen. Met name het laatste. En de nadruk op het woord niet. Probeer het uit. Als jij je wil wraken. Ik begin het wraakhuis. Nou, ik ga me wraken. En allemaal Hindoestaanse vrouwen met sarongs of weet ik veel wat. Met pindasaus. Je kent het wel. Daar kom je dan terug. Dat je de afloop van de wraak. Nou, het kan ook mislukt zijn. Hè? Dat je verloren hebt. Maar in mijn wraakhuis heb ik Hindoestaanse vrouwen. En
heb ik netjes een agenda van, oh, die gaat ze wreken, die. En er kunnen er sommigen zijn en dan mislukt de wraak. En wilt u, vrouwen, mislukte wreker verzorgen? Dat lijkt mij eigenlijk wel een vraag haast. Je moet het niet doen. Het kan niet. Ik kan dat. Ik weet dat ik het kan. Ik heb ze gepakt. Ik heb een aantal mensen in mijn leven excuses aangeboden middels geld of tijd. En allebei dus. En dan is het klaar. Hè? En die mensen, die deden beleefd. Oh, ja, nou, oké. Okay. Nou, een kippensoep graag. Bij wijze van spreken. En ik betalen. Dat heet excuses. Geen schaamte, geen spijt. Excuses. Vous permettez, je te prendre votre fille. Zoiets, hè. En je hebt die andere kant. Van Bill Gates. Die uitspraak van Christus Jezus, van God, op zich een problematisch begrip, maar God vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Die tijd is voorbij. Vous permettez, monsieur, je te prendre votre vie. Juste avant le mariage. Ja, als je het liedje kent, het staat op mijn nina2020.perry7.nl. Shame, 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 shame on you. If you can't dance too. Daar staat hij op. Dat is voyage, heet dat. Die is goed hoor, ik vind het echt geweldig. Een danstrik waarvan ik zelf, helemaal op vakantie gaan. Je hebt dat zeurderige begin met, oh heer, vergeten hun, want ze weten niet wat ze doen. Ja, dat is gezeik van Christus, nou meer. Maar het moet er eventjes, en dan begint hij. Voyage, voyage. Daar staat ook Aisha op. Ik heb gelet. En ik wil Aisha. Bill Gates niet. Hè? Ik wel. Ik wil fictief zijn. En dan kijken of het past. Hè? Of er een kind uitkomt. Ja, je kan de kans hebben dat het ook de kind scheel oog hebben. Scheel oog, denk ik. Maar scheel oog is niet. Is geen ziekte. Maar zij het een scheel oog.
Maar ze ken... ja, ik weet ook niet ze ken. Ze heb haar naam mee. Aisha. Aisha. Ik heb gaan letten. Dat is een bibberige. Weet ik ook maar. Zij zei tegen mij. Oh, ik heb niks te doen. Zal ik je gaan helpen? Ik zei, rot op, stomme trut. Hou je bek. Ik ben de schoonmaker. Hoezo helpen? Zie ik eruit als een slammer? En ze zei tegen mij, oh, je bent de schoonmaker, dus je kent alle hoekjes hier. Nou ja, in principe. Maar laat mij mijn werk maar doen. En hoe gaat het met jou? Ja? Ik kan twee dingen tegelijkertijd doen. Dit gaat voor Bill Gates. Bill Gates kan maar één ding tegelijkertijd doen. En dat is zeuren als een baby. En daar heb ik helemaal geen last van. Laat me lekker mijn werk doen, man. Ik had toen, echt was hartstikke leuk, een schoonmaker. Ja, zei ze, jij kan al het werk. Je kent alle hoekjes. Ja, in principe. Oh, zo'n lief meisje. En Marokkaans, hè? 100%, ja, 100% Marokkaans. Ze Hollands-Afrikaans, hè? Echt een trut. Ja, zei ze. En dan ben ik aan hard aan het werk. En dan gaan mijn buren allemaal klagen. En dan... En dan... Kijk, een meisje, meisje. Kom in mijn armen liggen. Allebei een joggingpak aan. In mijn IKEA-bed. En dan wil ik als ontbijt scrambled eggs met bosui. Voor jou. En ik maak het klaar. Dat kan ze wel hebben. Wel lekker hoor. Mijn bossenhuis is lekker. Ja, een schimmeld eigenlijk, ja. Ja. Aisha. Dit is Bill Gates, het biggetje. In those days. Bill Gates, Bigs, Giants, in those days, Bill Gates walked the earth. Hey, you go fuck yourselves. Doe mij Aisha maar en ik ga naar Casablanca. En nee... Ik ben niet bang. Dat ben ik eigenlijk helemaal nooit. Ja, ik ben. Ja. Ik ben één keer bang geweest. Maar dat was ik heel klein. En toen zag ik spoken, zag ik geesten. En toen ging mijn opa. Franciscus Alexander Winkel,
En die zei, ik ga even kijken of er geesten zijn. En hij stond op van tafel en hij liep naar de tuin, door de gang, naar de keuken, naar de tuin en ging even controleren en kwam weer terug. En hij zei tegen mij, nou, ik heb even gecontroleerd, maar dat zijn geen geesten. Ja, toen was ik echt bang, want ik zag een geest. Ah. En Franciscus Alexander Winkel, die zei, nou, ik ga even kijken of er geesten zijn. En die klaszak, die vong echt, die ving de hele groot kaper. Eerst zal je begrijpen, voordat je gaat snappen. Hij die heeft, zal gegeven worden. Hij die niet heeft, wordt ontnomen. Ja. Dat is leven. Ja, begrijp goed. Begrijp dat leven noodzakelijk is. Leven is noodzakelijk. En wie zorgt ervoor? Komende vrijdag. Dan krijg je die klootzakken, die truthalaars. Op haken 22. Die krijgen een nasi goreng. Ik ga even de curry aanpakken. In de koelkast staat hier limonade. Dus ik heb genoeg aan limonade. En dat contact met die mensen. Die mensen op HK22. Die worden afgedaan. Anderen ook hoor. Maar die worden afgedaan. En dat hoort niet. Ik ben die mensen hun dienaar. Zij weten dat. Ik krijg geen geld. Dat hoeven die mensen niet te weten. Dat wil ik niet. Matthäus 6. Ik geef een aalmoes in het verborgene. Mijn dochter die gaat komen, mijn dochter. Die gaat dus. Ja. Zien hoe ik in het verborgene een aalmoes. Geef. En als zij gaat lopen uit mijn eenvoudje, en dan is het afgelopen.
Dus ik heb ook wel met mijn eigen afgesproken dat om 1:30 dan gaan al haar communicatieapparaten en sleutels en portemonnee, ze smartphones, subphones, maar niet uit. In mijn rugzak, sleutels ook. Want alles wat gejat daar. Ze klauwen daar. Dat is helemaal niet waar. En dat ga ik wel tegen haar zeggen. En dan alles in mijn rugzak. En dan zei al die elektronica in mijn rugzak. Ik, en er zit ook mijn computer zit erin. En alles. En er gaat een haak. En alles in mijn papa. En zij helemaal vrij. En dan goed om je heen kijken. En hoe vrij je mag rijden met dat openbare vervoer. Alles voor niks. Ja, dat gaat hem worden. Voorlopig in gedachten. Ik ben zo benieuwd. Ik ben zenuwachtig. Dat is lekker. God save the Queen. Ja. But the money is still good. Just get a grip on yourself. En mijn money gaat heel goed. Ik barst erin. Verschrikkelijk. Het overstijgt mijn mogelijkheden. Ja, zoveel kut veel money heb ik ook niet nodig. Ik ben er geen neukende. Dat doe ik helemaal niet. Ja, als je gaat neuken, dan krijg je poen. Oh, ik ben niet zo nuk. Ik hou niet. Ik vind vrouwen best aardig. Ik ben geen anti-vrouwenhater. Maar doe mij maar een Japanse seksdol. Uit de Heer Hugelwaard. Maar die bestaat niet, hè. Een Japanse seksdol uit Hero gewaard. Zo'n zakmolecule. Met een kut. Waar je hem in kan stoppen. Een muts. Maar op een dag. Ja, iemand zoals ik. Ik leef gezond. Ik doe regelmatig peper en zuur en alles. Ik heb helemaal geen kanker, man. Ben je echt gek. Gewoon zuren moet je doen.
Niet te lang hoor. Want als je te veel zuur doet, hè, dan blijf je zo lang in leven dat je denkt, oh nee, oh! En dan krijg je de schreeuw. Je moet ook niet te lang in leven blijven. Je moet er precies op tijd mee ophouden. En bye bye, zwaai zwaai. Het was altijd een puinhoop. Het is kort geleden een puinhoop. En toen hij doodging was het ook een puinhoop. En wat is dat het probleem dan? Want resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. You get. Ik bedoel, punt. En jij kan misschien vragen van, waar is hoop? Ja. De acceptatie is de hoop. Snap je? Als je niet accepteert hoe zwaar het is, waar is jouw hoop? Gewoon een vraag. Ik heb nog champignonsoep. Maar ik blijf wel in leven. Een hemelvaartsdag ga ik beleven. Dat dicht niet. Het rijmt wel. Doe het maar uit. Hè. Want Bill Gates, die naarling, daar wil je niet mee te maken hebben. En wij gaan Bill Gates met geen haar krenken. Behalve de nauwkeurig afgeschoren schaamharen. Of bij de anus. Bill Gates kan ook een best vieze anus. Van die gladdertjes stront eraan zitten. Die verdroogde anusharen, dat kan hij ook hebben. Dat weet je niet. Maar die dildo moet erin. En niet met die haren erin. Want als je stel, hè? Bill Gates heeft van die lange anusharen, dat kan. Hij is wel wat op leeftijd, maar dan nog. Je geen risico's nemen. Zoals Bill Gates zelf zei. Mensen denken dat ze een keuze hebben, maar ze hebben geen keuze. Nee, precies. Die Bill Gates met, en dan vrouwen, zou ik zeggen. En dat mannen die zorgen ervoor dat Bill Gates helemaal opengesperkt is. En dan komen die vrouwen langs. En die hebben allemaal. Ja, en die gaan eventjes de bilharen weghalen. De bilharsia. Ja. Ah, lekker man. Ik ken zo een stuk of. Ik ken één Marokkaanse trut die dat wel wil doen.
Heet Frida. Andere Persische, het homo, maar dat is een vrouwelijke homo. Die homo uit ja. Dan pakken we de hele boel. Ja. Ik heb geen oplossing. Dat is het punt. Mijn woord is: wij waren er ooit. Toen en 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 toen waren wij er. En nu zijn wij er. Wij. Ons. Stabie. And you go try to lick your own a-hole even when you are a... Whoa! Man. Ah, come on. Wat dacht je van frikandellen? Het is lekker, man, frikandellen. Van de Albert... Albert Heijn. Adolf Heijn. De frikandellen van de Adolf Heijn. Ah. Kit is immer mal bergab. Meinst du? En doe met mij mee. Mijn dochter die moet nog begrijpen de frase nihil doleo. Ik ben immuun. Zij is bevattelijk. Ik heb mijn leven volbracht, meer dan vol, over de grens gewoon. Ik heb veel te lang geleefd. Ik zit in mijn nadagen. By the rivers of Babylon. There we sit. And I will be back. Ja, als jij mijn geheime naam begrijpt, dan snap je waar ik het over heb. Alsjeblieft, geen tempels voor mij. Don't be a voortplantende idioot. De idioten die hebben geen voortplanting nodig. Want idioten, de idioterie redt zichzelf wel. Een bepaalde waarheid. De oorzaak van deze idiote uitzending komt door Bill Gates. En dat maakt emotie.
En dan krijg je zo'n uitzending zoals dit. Dus Bill Gates, een houten stellage en een PD, van Punishment and Discipline, is een Jood van insects.com. Maar die heeft ook over die hulpers en die helpers, hulpjes, maar reetridders. Even pakken maar. Maar met hout. Ik zou zeggen met hout. Bill Gates als een saté. Bij PD. Maar dat kost je $500 miljoen. Ja. Waar haal je dat vandaan? Ik heb het voorlopig niet in mijn kast liggen. Neem niet weg dat het moet kunnen komen. Van Bill Gates. Ja, je hebt 1500 man. Ja, het is moeilijk hoor. Het is moeilijk. Maar dat betekent niet dat je moet denken van... ja, het is moeilijk... en het was altijd al moeilijk en ik hou er mee op. Nee. Wat ik net zei, net als John F. Kennedy... kijk, dat we naar de maan... John F. Kennedy, hè? John Frederik Kennedy... Het is niet dat we naar de maan gaan omdat het makkelijk is. Wij gaan naar de maan omdat het moeilijk is. Ja, precies. Ja. Oh, ja. Oh, ik krijg nog zo'n lekker gevoel. Au, 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 het is ontzettend moeilijk. Met dat hout ook. Misschien moet je eerst... iemand moet het uitproberen. Of het echt lekker is. Dat je met een houten dildo wordt gepakt. Hè? En dan kijken of die past. Hè? Eerst die vrouw hoeft niet per se, maar dat je even meten of zo... Ja, dat die lijnen goed klappen. En dat die vrouw dan ook gaat liggen. Van, zo, ik ga liggen. Als Bill Gates. Hè. En dan met je tieten zo een beetje tussen die balken in. En zo. Ja, dat kan gewoon met je badpak aan. En dan even met de computer even meten. Van hoe die houten balk omlaag moet gaan. En een drillfunctie erin. En ik zou dan zeggen van... als Bill Gates iets zegt... Hè, dan gaat gelijk... dat ding in zijn anus... gaat een boeie. Als Bill Gates gaat spuien... dan die... Het ding is een race. Nou, het is niet erg. Maar dan... Ja, laat het over... Kijk, dit soort dingen... Hè, die moet je overlaten aan Punishment and Discipline. Die Jood. Van insects.com. En seks, dat spel je in het Nederlands met S-E-K-S. En in het
Engels met S-E-X. Dus insects. Je hebt ook insects. Maar dat is een fonetische grap. En Nastrofia en Hugo fuck yourself. Dan probeer ik dat inmiddels ook zelf ook te doen. En misschien lukt het mij eerder dan dat jullie dat lukt. Ah, het is wel negatief. Je moet je van bijkomen. Dat komt van Bill Gates. Van die man word je negatief. Kattenklop. Ja. Denk zelf. Je kan hoodies gaan kopen bij Robert Jensen. Je kan... Alan Watt is dood. Dan kan je niet aan doneren. Maar Robert Jensen, daar kan je nog aan doneren. Ik vind dat je moet stoppen aan de donatie van Robert Jensen. Want anders gaat die kerel nog kapot. Hè. Ik stop deze uitzending. Ik ga een nieuwe uitzending maken. Ik heb nog belachelijk veel bier. En heel veel wiet. Van die Jood. En Marcus. Iedereen kent hem. En mijn dochter, die... Ja, maar als ze daar even wil, ja. Ik heb haar zo daar. Ja. Maar eerst gaat mijn dochter koken op HK22. Als ze die rijst goed doet en die kroep goed doet. 2 aandachtspunten. Salomon de... De rijst en die kroephoek, die zijn voor haar. En de rest is van mij. En het wordt voortplantend heel erg heet. Laat dat aan mij over. En een grote scheiterij. En Sisa, die haat mij. Want ik hou die mensen in leven. En Sisa wil dat die mensen zo snel mogelijk sterven. Gaat ze oprotten. En ik hou ze in leven. Met groenvoer en roodvoer en heetvoer en blauwvoer. En ja, zeg maar wat je wil. Ja, en Nastrofia. Allahu Akbar. Of niet? Insh Allah. En ga jij mijn aarsgaatje neuken? Of ga ik jouw aarsgaatje neuken? Viesbuk. Een guten Tag. Voor alle. Nou, dit is het einde. Dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor. Nee, dit is la, la, la,
La 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 la. Nee, dit is la 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 la. La.